beneden heb je zo'n mooie bram. Er staat er dus wel een stier hè, daaronder, hè, dat je dat in de gaten houdt. Oh, dus goed dat je het even zegt. Ja, maar want ik blijf er wel aan deze kant van het hek. Maar als je, ik was er dus zeg maar onderdoor gekropen. En toen kwam die er op je af? Nee. Want die dieren, ik denk als je niet agressief... Niet valt, nee, precies. Maar hij staat daar precies onder... Ja. Achter die willig, zeg maar. Dus je kunt er vanaf hier kun je niet zien. Maar de braam zit aan de binnenkant. Hoe zeg je dat? Aan de, die net beneden aan het hek daar. Oh, oké. Okay. Maar ze zijn wel lekker. Laatst heb ik ook een keer een stukje verderop. Ja. Zetten we die gelijk bij op? Ja, die er even op. Helaas eentje daar de bocht uit zien. Oh ja? Ja, ik rijd dan op een fluistermotor, weet je wat? Dan denk ik, daar kun je het mee doen, maar al dat gedoe. Verschrikkelijk is dat. Het is wel een prachtige dag, hè? Ja, het is helemaal. Nou, geniet van uw... En zet u het maar op internet. In ieder geval zit het in mijn hoofd. En zo, zodra ik weer de kans meer krijg, dan... Ja, wat je zou kunnen doen... Oh nee, dat is eigenlijk wat we zouden kunnen doen... Is het even melden bij het, hoe noem je dat ook alweer? Je hebt dat, dat huisje daar staan op aan de dijk, maar dat is helemaal voorbij, vlakbij Bemmel daar. Dat is natuurlijk altijd wel een goeie, hè? Die eventjes... Zijn die open nu? Nee, die zijn nou nog niet open, nee. Okay.